Vandaag is het de dag van de jeugdbeweging. En iedereen draagt dan zijn jeugdbewegingskleren. Nu, ik weet, Speelplein Don Bosco Halle is niet echt een jeugdbeweging, maar voor de goede gedachten dragen wij toch allemaal onze speelpleinkleren. Daarom ga ik vandaag op zoek naar medemonitoren en de hoofdmonitoren. We zullen wel zien wie we tegenkomen, om te kijken of zij zich ook aan de afspraak houden. Ik heb mijn t-shirt al, ik heb mijn pull aan en we gaan op weg. Hier hebben we al direct twee van onze speelpleingangers. Brian die draagt zijn pull. Zeer goed, Brian. Jesse. En de t-shirt. Waarom draag jij geen kleren? Mijn ja, maar dat is niet echt een kledingstuk. Verklaar je nader, Jesse. Jesse, zeg het gewoon. Het speelplein kijkt mee. Jess. Oh, zeg. Kijk, dames en heren, blijkbaar was zij dus te lui om op haar dag dat ze bij ons stond een kledingstuk te vragen. Ze was misschien zelfs te lui om van mij eentje te lenen. Is het niet waar, Jessie? Ja. Oké. Ben nu gerust. Oké. Brian, goed werk. Lenny. Dag, Stig. Stig van Parijs. Ja. Ik ben een van uw medemonies. Maar... 6-4. Ja, maar Stig. Ja, dat zie ik. Dat is niet het speelplein outfit. Maar het zit ook in de Giro. Ja. Ja, maar wat is belangrijker, Esti? Nee? Ja? Drukzitter. Ja? Zeg, je nu echt aan het filmen? Ja. Als straf mag jij nu een liedje zingen. Nee. Maar het mag heel stil zijn hoor. Maar nee. Chris de B. Nee, maar weet je, vorige week iemand was van BSO, ze wilden die plaatjes mee. Met van die tekeningen op. Van die kleuterliedjes en wij dat zo allemaal aan het zingen. Ja, al wel. Zingt er eens een. Vraag het aan Jesse. Zingt er eens een. Nee, maar ik weiger voor de camera. Ik weiger. Maar beeld u dat die camera er niet is? Nee, dat moet ik ja, nee? Maar moet je echt niet gaan studeren of zo? Ja, maar pas om 9:30. Maar, allez, zeg dan sorry tegen al uw speelpleingangers die nu kijken. Sorry, speelpleingangers die nu kijken. Oké. Ik zal het nooit meer doen. Nee, oké. Kijk nu nog eens heel zielig naar de camera en daarmee gaan we nu stoppen. Dag Anne. Hallo. Oké, Anne. Jij bent nummer 4 die ik vandaag tegenkom. Waar zijn je speelpleinkleren? Aha. Ah, weet je wat het is vandaag? Nee. Het is vandaag de dag van de jeugdbeweging. Het speelplein is een jeugdbeweging. Jawel, maar iemand heeft zo schoon op Facebook gezet. Ah ja. Speelplein, daar zit jeugd en die bewegen, dus wij zijn jeugdbeweging. Oké, Anne. Nu moet je dezelfde dingen doen als Stig en Jessie. Moet je naar de camera kijken en sorry zeggen. Aan het speelplein. En zielig kijken. En heel zielig kijken. Zielig kijken, dat kan ik niet. Oh, jawel. Weet gewoon jezelf. Laat het los. Oké. Anne is zo beschaamd dat ze niet met ons durft rechtstreeks converseren, dus... Oké, tot hier later. Kijk eens wie hier de panels buiten komt. Dag Lara. Lara, nee kijk, het is niet wat je denkt, maar ik wil je even proficiat wensen, want zoals ik zie heb jij je speelpleinpul aan. Oh. Ja! Want ik ben daar juist naar het Eiljacht geweest en laten we zeggen, daar waren ze echt niemand die hem droeg. Ik was een beetje teleurgesteld, maar nu op weg naar school kom ik jou hier tegen en kijk eens aan. Nu heb ik er twee gevonden die dat hem al dragen. Inclusief mij. Zeg maar, ik heb iets speciaals gezien op de achterkant van je pul. Mag ik dat eens bekijken? Eigendom van Jens, vind je mij? Geef me dan terug. Oké, Jens, bij deze. Ik heb haar gevonden, dus je kan haar halen op Bois du Fayot 92 1440 Bruine Château. Oké, Laura, nog iets te zeggen tegen de rest? Dag en veel plezier vandaag. Oké. En hier hebben we een plus 13er. Hey, hallo jongen. Ja, we filmen vandaag monitoren om te kijken of dat ze voor de dag van de jeugdbeweging hun kleren dragen. Kleren, maar heb jij commentaar? Nee, ik heb geen money, ik heb al geen bandje. Heb jij ook zelfs geen bandje? Oh, dat was het minimum voor een plus 13er. Schaam je, jongen. Schaam je. Goed oplet op school, hè. Femke, ik zie dat jij je speelpempel niet aan hebt. Heb je daar iets op te zeggen? Er is ja, nu... dat speelpijn eigenlijk geen jeugdbeweging. Ja, maar iemand heeft heel mooi gezegd op Facebook dat wij jeugd hebben die bewegen. Ja, maar ja, Franke. Oké, de mensen kijken, we zullen maar afzetten. Ziezo, dames en heren. Je hebt het zelf gezien. Er waren monitoren die zich kleden en er waren monitoren die dat niet deden. Kijk, jammer, maar ik snap de verwarring wel.
Maar een van onze moniteuren heeft wel een goed idee gezegd. Laten wij ons kleden de dag na de dag van de jeugdbeweging. Dus we maken eigenlijk de dag na de jeugdbeweging speelplein Don Bosco Halle dag. Oké, dames en heren. Ik zie jullie binnenkort weer voor iets totaal nieuws, iets anders, iets debiels. Ik weet niet wat, maar tot de volgende keer.